Welkom bij Festool TV. In deze aflevering gaan we verder waar we vorige keer gestopt zijn. Uh, vorige keer hebben we een kant gekleefd met onze kantlijmer. Die gaan we nu afwerken. Daarvoor hebben we enkele interessante gereedschappen die meegeleverd worden in de setversie van de kantlijmer, die allemaal in deze box zitten. We gaan uh, werken met de guillotine om de uiteinden af te knippen. We hebben ons schraapstaaltje, we hebben ook uh, onze schuurblok. Maar daarnaast zullen we ook een kantenvrees gebruiken. De kantenvrees die ik gekozen heb om deze band af te werken, is onze MFK 700B. Eigenlijk de meest eenvoudige, gemakkelijk instelbare kantenvrees van de drie. Door zijn symmetrische opbouw kan de Guillotine langs de bovenzijde en beide zijdes van het werkstuk gebruikt worden. Ik moet gewoon de band door de snijopening steken, de aanslag goed aanduwen en afknippen. De twee uiteindes zijn nu mooi rechtgezet. De volgende stap is de uitstekende band aan de boven- en onderzijde ook gelijk met het werkstuk. Dit ga ik doen met een radiusfrees en ik kies de radius van de frees altijd uh, overeenkomstig met de dikte van de band, in mijn geval 1 mm. Heel belangrijk is dat we radiusfrezen pakken die geschikt zijn voor het werken in combinatie met een kantenfrees. De standaard radiusfrees heeft zijn mes enkel over de ronding, waar een radiusfrees voor een kantefrees een uitloopzone heeft. Die uitloopzone zorgt ervoor dat variaties in de dikte van de band en de lijmnaad ook mee weggefreesd worden. Dit rechte stuk loopt ook lichtjes naar boven, zodanig dat uh, te diep invrezen in het werkstuk ook vermeden wordt. Dergelijke frezen hebben we op twee types, ofwel met vaste messen ofwel met keermessen. De frees met de keermessen heeft het voordeel dat de keermessen kunnen gedraaid worden zonder dat eigenlijk de instellingen van het toestel gewijzigd worden. Dus we kunnen eigenlijk gewoon de messen wisselen bij een botte en onmiddellijk verder werken. Voor het plaatsen van de frees verwijder ik met deze knop de plateau. Nu kan ik gemakkelijk aan de asblokkering en aan de spantang. We draaien deze open en plaatsen de frees tot aan de markering in de spantang. En vervolgens zetten we alles vast. Nu plaats ik de plateau terug, zet deze vast en kan ik mijn hoogte gaan instellen. Hiervoor draai ik eerst deze twee knoppen los en kan ik met de groene knop mijn hoogte gaan bijregelen. Om dit gemakkelijker te kunnen doen, draai ik het mes in de richting van de plateau, neem ik een houten blokje en schuif die zo naar de frees om die dan te kunnen regelen tot wanneer ik in die uitloopzone terechtkom. Eenmaal deze instelling is gebeurd, blokkeer ik de twee knoppen en dat is ook de enige instelling die ik moet doen op het toestel. Mijn tweede geleiding gebeurt met de kogelaar, maar daar hebben we soms het gekende probleem van uh, aftekening van de kogelaar op de band. Om dit op te lossen hebben we bij Vestool een groene blok voorzien die naar beneden kan schuiven en de kogelaar zal afremmen. Deze zal gewoon stilstaan uh, bij het niet raken van het werkstuk en één op één rollen zodra de kogelaar langs de band loopt. Dus het probleem van uh, het, uh, het spoor. Is opgelost. De kant is afgevreesd, maar ik voel nog een klein beetje materiaal staan. Nu heb ik twee mogelijkheden. Ofwel stel ik de diepte iets dieper in met de fijne regeling. Of wat eigenlijk gemakkelijker en veiliger is, is het afschrapen en een schraapsteltje. Daarvoor hebben we dit massief wida plaatje met afgeronde hoeken om te vermijden dat we het werkstuk gaan schenden. En het heeft ook een snijdende zijde met een radius van 2 meter, dus die staat heel lichtjes gebogen. Door de dikte van het touwtje kan ik die gewoon aanleggen en komt die schuin naar boven. En nu steken we heel eenvoudig alle overtollige band en lijm weg. Daarnaast heb ik ook radiuscorrecties voor 1, 1,5 en 2 uh, mm. Zodanig dat moest er ergens toch een knikje in zit dat ik dat op deze manier heel precies en heel zuiver kan uh, rechtzetten. Ondertussen is onze plaat volledig bekend. Rest mij nog de kopse kant ook op te ronden en de overlapping van de twee banden ook daar de ronding door te zetten van de ene band op de andere kant. Om dit te doen kan ik mijn kantenvreesje gebruiken om die eerste ronding al een beetje vorm te geven. Dit kan op deze manier. Ik heb nu uit de vrije hand gewerkt door met mijn duim de plateau tegen de kant van het werkstuk te duwen. Maar om meer stabiliteit te hebben, is er een gat voorzien in de plateau van onze kantenvrees van 8 mm. In het gat passen de stangen van de parallelaanslag van zowel onze bovenvrees OF 1010 als OF 1400. Op deze manier heb ik een betere controle over de rotatiebeweging die ik maak met de kantenvrees. Om nu nog het laatste beetje. Uh, overlapping van de ene band op de andere weg te werken, is er in de toebehorenkoffer koffer een uh, handschuurflos voorzien met schuurpapier. Dat is een kool 320, dus een heel fijn schuurpapier, waarmee we dan de laatste restjes op deze manier kunnen uh, wegschuren tot wanneer ik hier helemaal niks meer voel. Natuurlijk zal schuurpapier zorgen voor schuurkrassen op onze band. Dus als volgende stap kan ik een uh, schuur. Vlies pakken. Dat is een schuurkorrel 800, waarmee ik niet alleen die krasjes zal wegwerken, maar ook de laatste uh, lijmresten zal verwijderen. Nu is onze hoek volledig klaar, uh, kan ik aan de andere hoeken beginnen. Nu komen we bij het einde van deze aflevering over het afwerken van uh, geplakte kanten. Ik hoop dat het leerrijk was en graag zie ik jullie terug in de volgende aflevering waarin we verstekken gaan kleven en afwerken. Tot dan. Daag.